Kei de Roy in het geel-zwart. Ja. Eindelijk. Ja, bij tijd denk ik. Dus het is eindelijk zover, ja. Hoe voelt het voor jou als NAC-speler nu, om het eindelijk te kunnen zeggen? Ja, opgelucht denk ik. Ik speel daar wel een tijdje zoals de meesten van jullie wel wisten, denk ik. Dus ja, heel blij. Maakt het dat ook moeilijk als het veel in de media komt? Natuurlijk veel aandacht ook. Is het lastig voor jouzelf? Ja, ik denk dat het wel extra druk natuurlijk met zich meebrengt. Maar ik denk dat het wel bij het voetbal hoort. Ik had zelf natuurlijk ook dat het liefst dat het iets eerder allemaal rond was gekomen. Maar ja, het is nou eenmaal zo, dus moet het ermee doen. Dus vanaf de wedstrijd tegen de Graafschap, dan ben jij erbij? Ja, als het goed is wel, ja. Wat heeft dan voor jou die keuze bevestigd? Ja, NAC was eigenlijk vanaf het allereerste moment erbij. En ja, nu natuurlijk tot het einde. Dus heel veel vertrouwen van de trainer gekregen, van Matthijs natuurlijk ook. Dus ja, sprak veel vertrouwen uit. Dus is het fijn om nu eindelijk te kunnen zeggen, ik ben Kei de Roy, speler van NAC Breda. Ja, zeker. Wat kunnen we van jou verwachten dit seizoen? Ja, ik hoop natuurlijk bij veel doelpunten betrokken te zijn. Ik ben nou eenmaal een aanvaller, dus dat is mijn hoofdtaak, denk ik. En welke positie denk je dat daar het beste bij past? Linksbuiten ben ik. En ook linksbuiten. Het liefst linksbuiten, naar binnen komen, schieten? Ja, ik kan ook op 10 spelen, maar ik denk dat voor nu linksbuiten het beste is. Wat zijn dan jouw kernkwaliteiten die daarbij passen? Ja, ik wil gewoon graag aan de bal zijn. Ja, met de bal aan de voet iets creëren en gewoon proberen bij veel doelpunten betrokken te zijn. Ben je dan een type dat in de bal komt of hem ook graag in de diepte? Beide. Ik denk dat het steeds onvoorspelbaarder wordt, dus ik kan diep gaan, maar ik kan hem ook in de bal vragen. Dus ik denk dat dat wel nodig is. En wat verwacht jij met NAC te bereiken dit seizoen? Ja, wat ik verwacht te bereiken, heel simpel. Ik ga er gewoon vanuit of we gaan gewoon voor promotie, dus dat moet het doel zijn. Dus samen met NAC naar de Eredivisie? Dat is wel de bedoeling, ja. Oké, dus in mei op de Grote Markt. Ik hoop het. Als het dan mogelijk is, dan daar gaan we voor.